daar is de hartenkoning weer. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Bianca, welkom. Goedemorgen Stefan, dankjewel. Ja, zitten we weer aan het gezellige kleedje. Ja. En, ik zei net al, het ziet er hier super gezellig uit. Dus, het is ook gezellig. Ja. Voelt je gelijk thuis. Dus dat geeft wel een fijne sfeer. Nou, fijn. Fijn gevoel. Ja, goede sfeer om een gesprek te beginnen. En dat mag ook wel, want ik heb denk ik 3 uur geslapen of zo vannacht als het goed is. Als het goed is, was dit een beetje de laatste hete nacht. Heb jij nou last van de hitte? Ja, ik ben niet heel erg goed met hitte. Nee. Het heeft ook een beetje te maken met de dingen waar ik last van heb. De angsten. Ja. Ik heb jou daar ook al eerder over horen praten, spreken. Ja, dat doet op de een of andere manier iets met me. Nou ja, ik voel me oncomfortabel. En... Ja, het bootst heel veel symptomen van angst naar. Hè? Ja, snel benauwd hebben. Gewoon, het is soms lastig uit te leggen. Ik krijg er een heel ongemakkelijk gevoel van. En bij mij kan het zelfs zo zijn dat op het moment dat het echt heel warm is, dan kan ik er zelfs op een of andere manier een beetje somber van worden. Dat ik echt gewoon, omdat ik dan zo loom ben en dan kan ik ook niks ondernemen. Ik herken dat wel hoor. Dat is echt, ik hoorde je dat inderdaad eerder, een eerdere podcast ook al vertellen. Toen dacht ik gelijk ook, dat is ook weer zo herkenbaar. Het is wat hè? Ja. Even voor de mensen, Bianca zit tegenover me en voor de mensen die luisteren en kijken bedoel ik. En die heeft ook last van angst. En wij hebben elkaar ook nooit eerder ontmoet. Nee. Dus wij leren elkaar in dit gesprek ook kennen. Dat vind ik ook heel leuk. Ja. Het enige dat ik weet is dat jij dat we dezelfde coach hebben. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, Wijnand van Dam. Precies. En jij kent hem al wat langer. Dus het is wel interessant om daar eens even in te duiken. Ja, zeker. Maar ik ben wel heel erg benieuwd waar het voor jou begon. Als je dat wil vertellen. Zeker. In principe kamp ik al 20 jaar met angsten. En hoe oud ben je nu? Ik ben nu 35. 20 jaar ongeveer kamp ik met angsten en paniek. Paniekaanvallen ook. Alleen voorheen had ik die alleen in bepaalde situaties. Dus om maar een voorbeeld te noemen, in tunnels, mensenmassa's, liften... Ja. Openbaar vervoer. Het hele cliché-rijtje voor de angsthazen. Het hele cliché-rijtje waarbij je voor je gevoel dus geen controle hebt over een situatie, voor je gevoel. En dat triggert bij mij die angst heel erg. Maar goed, dat zijn allerlei situaties die heel makkelijk te vermijden zijn. Dat deed ik ook heel graag. Het is ook niet zo dat ik het nooit deed. Maar... En zo'n beetje vanaf je 15e? Ja, toen is het ongeveer begonnen. Maar dan is het nog wel een soort van leefbaar, om het zo te noemen. Omdat je kan het vermijden. Zonder al te veel consequenties bedoel je? Ja, en bij mij was het ook zo dat als ik dan me wel in zo'n situatie bevond, dan kreeg ik angst en paniek. Maar dan, wanneer ik dan vervolgens uit de situatie kwam, dus uit de tunnel of uit de mensenmassa, dan zakte dat ook gewoon direct weg. En dan ben je er weer even vanaf. Dus dan kan je een bepaalde manier van leven voor jezelf creëren, waarin je jezelf een soort met van wijs maakt van, het is allemaal niet zo heel erg. Nee. Want hoe meer je het dan vermijdt, dan lijkt het alsof het er niet is. Ja. Maar in de tussentijd ben je allerlei dingen die je wel graag zou willen doen, ben je niet aan het doen. En ik denk dat je dan onbewust, ben je dan natuurlijk niet je leven aan het leven zoals je dat het liefst zou willen. En je mist heel veel dingen. Bijvoorbeeld concerten ging ik heel erg moeilijk naartoe. Ja. Omdat dat zoveel angst triggerde. En ik kon dan weken van tevoren was ik al bezig met de weg ernaartoe. Hoe gaat het daar zijn? En dan dat soort kleine dingen, terwijl je ontzettend veel van muziek houdt, worden dan al een soort van uitputtingsslag. En dan haalt het echt het leuke er wel vanaf op een gegeven moment. Maar goed, toch heel lang zo doorleven. En heel herkenbaar hoor, echt. Ja, dat geloof ik. Nou, en wat het is op een gegeven moment, dan denk je dus, althans dat dacht ik had het in de bioscoop, net zoals jij met concert had, van ik vind het ongeveer het leukste wat er is, maar het wordt steeds minder leuk. Dus op een gegeven moment dacht ik gewoon van, nou misschien vind ik gewoon naar de bioscoop gaan niet meer zo leuk, dus ik ga niet meer.
Ja, precies. En ik denk dat dat ook een soort met van soort van klein soort beschermingsmechanismetje is. Ja. Zo van dat je jezelf dat vertelt om het voor jezelf af te zwakken. Ja. Weet je wel, zachter te maken van het is allemaal gewoon niet te zo... verklaren. Het ligt aan de bioscoop, het ligt aan het concert. Ja, precies. En het ligt niet aan mij, weet je wel. Maar heb jij ook een tijd gehad dat je niet wist wat het was? Dat je dus dacht dat je misschien fysiek iets had? Nee. Ik heb eigenlijk nooit last gehad van dat ik inderdaad dat ik dacht dat ik last had van, dat, tenminste die health anxiety. Dus echt dat ik de fysieke klachten die ik daarbij voelde, dat ik dat koppelde aan misschien mankeer ik wel iets. Hmm. Dat heb ik nooit gehad in die hele periode. Dat kwam dus een stuk later. Eigenlijk dat moment dat ik ook bij volledig vrijgekomen ben, bij Wijnand. Mm-hmm. Ja, daar gaan we zo helemaal uitgebreid op in. Maar ik wil heel graag weten bij jou, dus zeg maar op jonge leeftijd, dat je merkte dat je bang werd van tunnels, van concerten. Toen heb je altijd al geweten, dit is angst en dit is paniek. Ja, dat wel. Dat klinkt misschien heel stom, maar dat wist niet. Ik wel. Nee. Ja. Ik wou dat ik dat ook had gehad. Want bij mij, als ik zeg maar terugkijk, dan weet ik... een moment op mijn 13e, en dat was in het jaar dat mijn vader overleden was, dus dat is best wel logisch. Ja. Heb ik een keer mijn moeder gebeld dat ik de bus uit wilde, en daar was de eerste paniekaanval. Ja. En ik ben in die loop van die tijd heel erg recalcitrant geworden en heel veel gaan drinken en blowen. En ik weet nog dat ik een keer een avond naar een schoolfeest ging en er was een wedstrijdje bier drinken en die won ik uiteraard. En ja, ik had veel vrienden en op een gegeven moment die nacht hebben we in een hotel geslapen, hebben de hele minibar leeggezopen, althans dat dacht ik. Ik werd namelijk om een beetje zoals de hangover wakker op 11 uur 's ochtends met de hele minibar over mij heen in mijn kleding. En ik kwam de hotelkamer binnen om 11 uur. En die vriend van mij die zegt, Jezus, wat heb je gedaan? Ik zeg, nou ja, blijkbaar hebben we de minibar opgelopen. Hij zegt, joh, ik ben na 1 biertje gaan slapen. Dat ik dacht van, oei, ik heb dit dus gedaan. En toen heb ik de dagen daarna heb ik heel veel angst en paniek gehad. Mm-hmm. Maar heel logischerwijs dacht ik van, ik heb gewoon een alcoholvergiftiging of zo. Dat kan niet anders. Ja. Maar ik ging zo op die symptomen zitten dat ik geloof ik wel 3 dagen in mijn bed heb gelegen. En dat dus heel eng vond. Ja. Dat kabbelde weer weg. En dan kwam het op een gegeven moment, met blowen kwam het weer terug. Ja. Dus dat ik op een gegeven moment op de fiets zat. Of dat het gewoon in de klas, weet je wel. Dat soort momenten. En ik heb echt nooit geweten wat het was. Ik denk, ik heb iets. Maar ik weet niet wat. Nee, ja. Ja, gek hè. Dat het dan eigenlijk zo... Ik kan ook niet uitleggen waardoor ik dat wel eigenlijk... wel direct zo ervaren als dit is angst. Dat is natuurlijk ook al best wel een tijdje geleden inmiddels dat het allemaal begonnen is. Dus nee, ik weet niet waar het door komt, maar ik was wel echt gelijk overtuigd van het feit van dit is gewoon angst. Tuurlijk heb je wel die gedachtes van dit klopt niet, mm-hmm. Er is iets mis met me. Want ik word bang in een situatie waar ik bij wijze van een jaar geleden nog niet bang voor werd of voor was. Maar ik kon dat wel redelijk snel voor mezelf plaatsen. Dat het echt wel angst was, angstklachten. En je hebt dat dus wel een paar jaar zeg maar goed leefbaar door kunnen maken. Dat je denkt van ja goed, weet je, je kan het vermijden, maar dit is prima. Maar het verplaatst en verergert, hè? Het verplaatst en verergert. En ja, wat ik net ook al aangaf. Het is ook gewoon een feit dat je daardoor steeds meer dingen gaat doen. Maar het zijn wel... angst gaat ook bijna altijd op dingen zitten. Juist op de dingen die je heel erg leuk vindt om te doen. Daar pakt hij je eigenlijk bastard. Op. Een sneaky bastard. Ja, daar pakt hij je op. En, ik werd er ontzettend verdrietig van. Maar toch stopte ik het weg en zette ik het welbekende masker op naar de buitenwereld. Van het gaat allemaal wel goed. Ja, en, verhullen. Verhullen, zoveel mogelijk schaamte. Schaamte heeft bij mij ook heel lang een rol gespeeld. Bij jou geloof ik ook, dat ik je keer heb horen zeggen. Nou, schaamte, meer dat ik het niet begreep. Mm-hmm. En dat ik zoiets had van, ja, wat hebben mensen eraan? Ja. Want ik weet zelf ook niet wat het is. Nee, dus dat heb ik heel lang gehad. Ja, ja. Ja, en toen was het dus... eind 2020 is het bij mij... eigenlijk heel onverwachts. Kijk, het is uiteindelijk niet onverwachts. Nee, je ervaart het als onverwachts, maar het heeft natuurlijk een ontzettend lange aanloop. Toen liep het uit de hand. Toen van de een op de andere dag kreeg ik ontzettend rare gedachtes.
engste wat ik meegemaakt heb, is dat ik een bepaalde periode had dat ik niet meer stil kon zitten, niet meer stil kon liggen, gewoon niet meer gewoon normaal op een bank kunnen zitten. Ik moest gelijk weer opstaan, ik moest rond gaan lopen van mezelf tussen twee haakjes. En dat is vrij kort geleden, dus maar in welke situatie je woont toen gewoon samen met je man? Ja, met mijn man en mijn dochter, ja, ja. En hoe oud was je dochter toen? Nou ja, goed, even kijken hoor. Zij is van juli 2018, dus net twee. Ja, dus toen zij twee was, toen overkwam jou dit? Ja, een aantal maanden nadat zij twee geworden was. Ja, precies. Ja. Dus het heeft niks met een zwangerschap te maken gehad? Nee, of zo. Nee, dat verwacht ik echt helemaal niet. Die gedachte is wel eens door mijn hoofd gegaan. Of iemand heeft me dat geloof ik ook een keer gevraagd. Postnatale... Ja, postnatale depressie inderdaad. Na zwangerschap. Ja, nee, okay. Nee, dat is absoluut. Ik heb echt wel op die roze wolk gezeten aan het begin. Dus ja, hoe dat... ik heb het idee dat corona een beetje de trigger geweest is bij mij, omdat het begon met ineens hele heftige benauwdheid. En toen was ik dus overtuigd dat ik corona had. En daar werd ik heel bang van natuurlijk. En toen ging ik dus ook voor het eerst ervaren hoe het is om je echt angstig te voelen, puur om de lichamelijke sensaties die je dan ook, laat maar zeggen, ervaart. En toen is die daar ook wat meer op gaan zitten. En uiteindelijk liep dat zo uit de hand dat ik in een hele korte tijd... Het is bijna niet uit te leggen wat er met je gebeurt. Het was gewoon alsof ik helemaal weg was, weet je wel. Het was geen psychose of wat dan ook, maar ik kon totaal niet meer helder nadenken. Alles werd zwart en dan gewoon bijna letterlijk. Ik liep op straat en keek om me heen en ik kon nergens meer vreugde uithalen, nergens meer blijdschap. Ik zei alleen maar van, ik wil dit niet meer. Nee. Ik wil dat die gedachten stoppen. Dat het weggaat. En je man, hoe ging die hiermee om? Dat is ontzettend heftig voor een partner, want je bent machteloos. Dacht hij dat je gek aan het worden was? Dat denk ik niet. Maar hij zag wel dat het goed mis was. En toen ben ik uiteindelijk ook beland op de crisisdienst, omdat het echt niet goed ging. Ik ben niet opgenomen. Maar toen ben ik wel naar huis gestuurd met een hele grote, flinke dosis aan kalmeringsmiddelen. Aan beta-blokkers om je hartslag laag te houden. Slaapmedicatie. Want die was echt steeds ook hoog. Heb je last ervaren van je hart? Ja, ja, hartkloppingen. Snelle hartslag, ook hartkloppingen. Ja, ja. Ja, die dat is natuurlijk een van de meest bekende verschijnselen. Dus dat, en toen ben ik bij toeval. Alleen ja, toeval bestaat niet, nee. Zeggen we wel eens. Ik geloof ook dat niet meer in nu. Toeval. Dat weet ik nu. Ja, dat heb ik absoluut geleerd. En misschien wist ik het diep van binnen altijd al wel. Maar nu ben ik ervan overtuigd, toeval bestaat niet. Toen ben ik op een hele bijzondere manier bij Wijnand terecht gekomen. Bij de eindbaas ben je beland. Bij de eindbaas, bij Gandalf noem ik hem. Ja, ja. De eindbaas van de angst. Ja, absoluut. Ja, dus dat. En ik kan wel met recht zeggen. En ja, weet je, ik geloof best dat er mensen zijn en ook mensen om me heen die echt denken van, ja, jeetje, is het echt? Is het ervaar je het echt zo? Maar voor mij persoonlijk, ik. Tegen mijn omgeving, maar ook tegen Wijnand zelf, heb ik heel vaak gezegd van, ja, ik denk dat jij wel echt wel letterlijk mijn leven gered hebt. Gered. Ja, ja, dat geloof ik ook. Ja. Dat hij dat kan. Ja, daarom is ook echt de juiste hulp zo intens belangrijk. Want ik ga er ook vanuit dat jij hiervoor ook wel eens met de GGZ te maken hebt gehad. Ja, zeker. En met psychologen hebt gepraat. Ja. En mijn ervaring is... Ik heb geloof ik op mijn 12e voor het eerst met een psycholoog gepraat, omdat mijn ouders waren gescheiden. Dat vond ik niet leuk. Ben toen in een, daar ga ik later absoluut een keer op in, ben toen in een observatiecentrum, internaat beland, omdat ik destijds naar goede tijden, slechte tijden keek. En dacht ik wil wel naar een opvangcentrum. Dat leek me wel wat. En dan kon ik mijn ouders de kans geven om, om het allemaal weer een beetje goed te maken en zo. Ja. En ik kwam dus echt in een internaat terecht. Ja. Waar ik gewoon in elkaar geslagen werd en je wilt echt niet weten. En ik weet nog de eerste keer dat ik daar kwam kijken met die psychologen. En ik heb er een beetje verdrongen. Maar dat ze dus zei, dat ze daar binnenkwam en zei, goh, wat is het hier leuk zeg. Die was daar nog nooit geweest en die heeft me daar verkeerd geplaatst. Dat was mijn eerste ervaring met de GGZ. En in de loop der jaren heb ik psychologen gehad. En dat ik echt merkte van, ik ben echt wel iemand die open staat voor hulp. Van weet je, het gaat niet. Ik weet niet zo goed wat er aan de hand is. Dus ik neem dan gewoon iemand serieus. Ik luister ernaar. Maar ik merkte gewoon echt dat na ieder gesprek ik gewoon
meer verward en vermoeid thuis kwam dan daarvoor. Dat ik echt zoiets had van, wat moet ik hiermee, weet je wel? En ik heb allemaal dezelfde dingen gehoord die jij hebt gehoord van meditatie, ademhalingsoefeningen, de cognitieve gedragstherapie, de exposure, de hele riedel. Ja. En het helpt gewoon niet. En natuurlijk zijn er mensen die het minder hebben of een andere gradatie waarbij het wel helpt. Het ongetwijfeld, maar ik ben er wel achter dat al die dingen voor angst of bedachte angst, want daar hebben we het over, gewoon niet helpt. Nee, klopt. Als jij last hebt van bedachte angst en je komt dus in een cirkel terecht, een downspiral terecht, waarbij je het gewoon echt niet meer weet, waarbij het dus invloed krijgt op je dagelijks leven, dat je dus gewoon voor boodschappen doen, naar buiten toe gaan, auto rijden, de kleinste dingen, dat het daar invloed op heeft. Tegen die mensen moet je dus niet gaan zeggen, ga lekker mediteren of yoga of... Nee, dat is het dus niet. En het is op dat moment dus echt... En ik heb dat dus ook nu pas voor het eerst. Ik ben 41, ervaar ik dat voor het eerst. Dat je echt goede hulp nodig hebt. Dat je echt praat met iemand die ervaring heeft. Ja. Die weet wat het is. Ja, de ervaringsdeskundigheid is ontzettend belangrijk hierin. En ik wil daarmee absoluut niet psychologen of psychiaters of wat dan ook... ik wil hier absoluut niet mee zeggen dat zij niet de juiste hulp voor bepaalde mensen kunnen verschaffen. Absoluut niet. Nee, ik ook niet. Alleen, het is voor mij wel een feit dat ik meerdere psychologen gezien heb. En ik ben één psycholoog die heeft mij wel echt heel, heel goed geholpen en behandeld. Het mooie aan haar was ook toen ik bij haar stopte en vertelde dat ik dus Wijnand ontmoet had en daarmee verder wilde gaan, was zij opgelucht voor mij. Ja, 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 ja. Omdat zij ook letterlijk zei op dat moment van, als dit is wat voor jou beter is en ik kan jou hier nu niet in verder helpen, ben ik alleen maar ontzettend blij voor jou. Ik heb ook nog steeds contact met haar, met die psycholoog. Nee, en maar ik wil dat ook rectificeren. Ja, ik heb ook een fantastische psycholoog gehad, dokter Bernard noem ik hem. Het is niet genoeg. Dat is echt mijn held. Nou ja, het is inderdaad niet genoeg. Nee. Dus de hulp die een psycholoog kan bieden in het systeem, waarbij je in eerste instantie 6 weken, 6 keer, 6 gesprekjes vergoed krijgt. Ja. En daarin moet je dus beter zijn. Ja, ook dat traject inderdaad van en dan is het klaar. Ja, en is dat niet eens in 6 weken, dan krijg je er 8 weken bij wat nog vergoed wordt. Als dat niet helpt, krijg je een paar pilletjes. Als die werkt niet werken, dan krijg je nog meer pillen. En dan moet je maar echt beter zijn. Precies, en dat zijn echt die protocollen. Maar er wordt niet gekeken naar de mens zelf. En ieder mens is anders. En de een heeft inderdaad genoeg aan 3 sessies. Maar de ander heeft er 24 of 50 of weet ik veel hoeveel nodig. En dat vind ik gewoon... Zo jammer, omdat je zo vaak ziet, heb ik ook mensen om me heen gehoord die dat soort hulp gehad hebben, die dan ook zeiden van mijn traject is nu afgerond, maar ik heb eigenlijk het gevoel dat ik nog geen stap verder gekomen ben. Nee. En dat is natuurlijk gewoon best wel verdrietig, want ik denk dat het zelfs een averechts effect kan hebben. Ja, kan omdat je op dat moment denkt van, nu moet tussen 2 haakjes ik genezen zijn. Ja. Je voelt je tot daar nog niet zo. Weet je, dan kan het ook de andere kant op gaan werken. Hè? Dat je nog meer... dat stemmetje in je hoofd krijgt, die gaat zeggen van... Je hebt hulp nodig, je krijgt de stempel. Ik heb een stoornis, dus er is van alles mis met je. Dat zijn allemaal dingen die inderdaad niet helpen. Ja, precies. Los van de angst ben je ook nog mens. Dus er kunnen ook nog andere dingen zijn, zoals ik dat ook heb gehad. Ik heb een hele heftige relatie gehad met iemand met borderline. Dat staat dus los van de angst. Ik heb mijn ouders zijn gescheiden. En iedereen heeft zo zijn verhaal. En daarmee heeft die psycholoog mij fantastisch geholpen. Ja. Maar heel specifiek in deze hoek. Angst, bedachte angst. Ja, bedachte angst. Is het dus echt, wat mij betreft, echt zo intens belangrijk dat je dus... Kijk, je kan wel door een psycholoog uitgelegd krijgen hoe het werkt. Ja. Hoe het systeem werkt. En je alarmbellen die gaan op een verkeerde moment af. Dat moet anders afgesteld worden. Dat is allemaal fantastisch. En dan... Maar je kunt dit, als je zo ver bent als wij zijn of zijn geweest, dan kun je dat niet in 6 weken oplossen. Nee, klopt. Ja. Dat is heel erg rot om te horen voor een hoop mensen die denken, of die dit net hebben, die denken van, shit. Ja, ik sta op de wachtlijst en wat gebeurt er dan als ik? Word ik dan ook weer na 6 weken naar buiten gebonjourd van, alsjeblieft, en ga het maar weer doen. En dat is gewoon een stukje wat ik heel erg jammer vind. En dat is ook gewoon die dankbaarheid die ik voel... dat ik op de juiste plek terecht ben gekomen. Dat is voor mij zo... maar tegelijkertijd frustreert het me ook... omdat ik iedereen die plek gun. Ja. Omdat ik eigenlijk van mening ben... dat er
dat dit soort hulpverlening in veel grotere mate aanwezig zou moeten zijn. Nee, maar kun je nu aan mij uitleggen waarom je dit zo'n goede hulpverlening of verlener vindt? Waarom is dit zo goed? Wijnand van Dam is iemand die... het is een mens die het uiteraard zelf meegemaakt heeft. Ervaringsdeskundige. Hij doet het al 30 jaar inderdaad. En hij is... hij laat je gewoon een hele andere manier van leven ook zien. Een hele andere manier van denken. En dat stukje waar jij het eerder ook al over gehad hebt in jouw vorige podcast, over dat stukje van dus afstand gaan nemen van die gedachten. Die gedachten die je niet bent. Gaan leren om die te observeren, om die te gaan waarnemen in plaats van je ermee te identificeren. Ja, dat is voor mij zo'n eye-opener geweest. En het zegt voor mij al, ook hoor. Ja, dat geloof ik. Het zegt al genoeg dat, weet je, hij is natuurlijk, Wijnand van Dam is life coach aan zee, maar het is natuurlijk het stukje van het volledig vrij. De andere coaches die hij ook, hij heeft inmiddels ook natuurlijk een behoorlijk aantal opgeleid. En dat wil ik ook even benoemen. Ik bedoel, Wijnand is een fantastische coach, is ook mijn hoofdcoach, om even zo te noemen, hoofdcoach. Ja, maar hij heeft maar inderdaad... ik word tegelijkertijd ook gewoon door een paar verschillende andere word ik ook geholpen. Die ik ook 24/7 kan bellen. Die En dat is dus, dat wil ik even benadrukken, het bellen. Dat vind ik de grootste asset die er is. Ja. He, want los van dat je dus gewoon wekelijks een sessie hebt, net als bij ieder andere help, alleen is dit geen uurtje, maar duurt het zo lang als dat het duurt. Ja. Is dus het feit dat mensen die hulp nodig hebben, zoals jij en ik en wie dan ook, die hebben hulp nodig op het moment dat je hulp nodig hebt. Precies. En niet op dinsdagochtend om 22:30. Juist. Maar dat kan dus ook op donderdag om 23:00 s'avonds of zelfs om 4:00 s'nachts zijn. Klopt, absoluut. Ja. En het probleem met angst of met mensen die angst hebben, is dat het voor de omgeving heel erg lastig is te begrijpen. Ja. En behalve dat dat heel lastig is voor de omgeving, is het voor degene die de last van bedachte angst heeft, is het zo lastig om iemand te hebben die jou begrijpt en die de juiste dingen kan zeggen. Want wat we nu hebben geleerd is, op het moment dat je een paniekaanval hebt, dan zit je erin, zoals we het noemen. Dan zit je in de mind. Ja. En ga je dus helemaal mee in op al die gedachtes. Ja. En die geloof je. Dat is eigenlijk het. De gedachten zijn het probleem niet, maar het feit dat je ze gelooft, dat je ermee identificeert. Aandacht aan geven. Ja. Ja. En ik heb pas 7 sessies gehad, maar inmiddels heb ik krijg ik het door. Hè? Bewust onbekwaam. Dat je dus echt merkt, dus op het moment dat ik erin zit, dat ik dus in paniek raak of dat ik gewoon me onrustig voel. Want ik heb natuurlijk niet de hele dag door paniek aanvallen, maar ik heb het soms ook gewoon zwaar. Of ik heb soms gewoon dat ik me kut voel. Ja, want mag ik vragen, ik weet niet of je dat... ik heb al je voorgaande podcasts wel geluisterd, maar het staat me even niet heel helder meer van wat nou jouw specifieke angstklachten zijn. Nou, ik heb geen specifieke angstklachten en ik ga ze ook niet allemaal benoemen. Dat doe ik om meerdere redenen. Ook helemaal, heeft niks met schaamte te maken. Mm-hmm. Maar ik heb geleerd, op het moment dat jij mij vertelt waar jij bang voor bent, ik zoiets kan hebben van, heb jij dat? Kan ik me helemaal niks bij voorstellen. En een dag daarna ga ik daar ineens over nadenken. Dus als jij zegt van, ik ben bang voor tunnels, daar heb ik helemaal geen moeite mee. Maar het kan zijn dat ik eerst 100 keer als ik bij een tunnel kom, dat ik daarover na ga denken. Dus ik weet zeker dat er heel veel mensen luisteren die gevoelig zijn voor bepaalde dingen. Dus ik heb besloten om niet bepaalde angsten te benoemen, omdat het er niet toe doet. Want iedereen heeft het ergens anders op een ander gebied. Het uitzicht bij die. Je hebt health anxiety. Ik ben ook helemaal klaar met die stempels en die specifieke dingen, want het komt toch uit hetzelfde gebied. Uiteindelijk is de kern altijd hetzelfde. Precies. Dus en dat wil ik graag bespreken. Maar ga er maar gewoon van uit dat het bij mij hetzelfde werkt als bij jou. Ja. Dus ik zit er dan gewoon in. En de ene keer is dat heftiger dan de andere keren. En ik ben dus niet iemand die zich schroomt of schaamt. Die dus open staat voor hulp. En van dat bellen met Wijnand of een van zijn coaches, daar had ik wel van gehoord. Maar ik wist natuurlijk niet hoe dat in praktijk zou werken. En dat was best spannend, hè, de eerste keer. Nou, dat was dus niet voor mij dus niet spannend. Voor mij wel. Maar dat snap ik heel goed, hoor. Maar wel,
je voelt je gewoon bezwaard. Want je hebt zoiets van, god, die man zit te eten. Of ze is misschien wel iets aan het... Die gaat invullen voor een ander. Je merkt dus dat op het moment dat jij hulp nodig hebt... Zelfs op dat moment ga je voor een ander denken. Zelfs op dat moment en dat is niet voor jezelf. En dat is die mind. Dat is die mind die dat doet. Ja. Die gaat zeggen van, nee, doe dat maar niet. En straks, wat je zegt, straks zit hij te eten. Of straks is zij dit aan het doen of dat. Dus... ik doe het nu maar even niet. Nee. Maar in de tussentijd zak je er zelf steeds verder in. Ja. En vaak benoem ik het dan ook van... ja, ik wilde eigenlijk 10 minuten geleden al bellen. En dan zeggen ze ook gelijk heel stellig... bel dan ook de volgende keer. Ook die 10 minuten. Je moet eigenlijk bellen voordat je erin zit. Juist. En dat is een soort van... dat ga je op een gegeven moment ook beter aanvoelen. En lukt ook niet altijd. Want je zegt net al zelf van... soms dan zit je erin. En soms zit je er heel erg in. En dan gaat het zo vlug. Dan heb je het eigenlijk niet... je hebt het sowieso niet onder controle. Maar... voor je gevoel nog minder onder controle. En dan ben je eigenlijk al wel te laat. Maar dan had je denk ik ook niet eerder kunnen bellen. Nee. Omdat het zo onverwacht soms ook kan komen. Dat het ineens binnenkomt, zeg maar. En dat, Ja, goed, en je wilt natuurlijk voorkomen dat het erger wordt. En een aantal dingen wat gewoon heel goed is aan het bellen... is dus inderdaad dat je eruit kan komen voordat je er echt in zit. Ja. Het feit dat je gestimuleerd wordt, gemotiveerd wordt om te bellen... geeft je heel erg het gevoel van een gespreid bedje... dat je echt oprechte hulp wordt aangeboden. Klopt, ja. En wat ik nog even heel erg wil benadrukken... wat ik fantastisch vind aan de hulp van... het contact of het traject of de coaching van Wijnand... is dat die heel erg menselijk is. Ja. Ik heb bij psychologen altijd een enorme afstand gevoeld. Zo van, ik ben de hulpverlener, ik heb er verstand van... Ja. En ik luister wel naar je verhaal en dan uiteindelijk ga ik jou vertellen wat je moet doen. Klopt. En jij hebt hulp nodig en ik ga je helpen en jij bent een patiënt. En dat is natuurlijk helemaal weg bij Wijnand. Bij Wijnand ben je gewoon... Bij Wijnand zit je, dat is iets wat hij gelijk aan het begin al heel erg duidelijk maakt. Overige coaches trouwens ook, dat het gewoon... hij geeft heel duidelijk aan, we zitten hier van mens tot mens. Ja. Weet je, hij geeft ook altijd aan van, ik heb helemaal geen papieren. Er hangt niks bij mij aan de muur. Ik heb niets te bewijzen. Nee. Behalve de ervaring die ik heb. En die gebruik ik om anderen te helpen. Omdat je weet als geen ander hoe afschuwelijk het is om er zo in te zitten. Dus hij heeft het ook altijd over van, er zitten twee mensen. Nou ja, nu dan natuurlijk gewoon via de Skype. Maar je praat met elkaar... van mens tot mens. En inderdaad, weet je wel, je hebt bij hem vanaf het eerste moment absoluut niet het gevoel van dat hij iets wil overbrengen van, oh, luister maar eens even naar mij. Ik weet het allemaal wel. En ja, jij gaat oordeel. Van mij leren. Er is geen oordeel, er is geen bullshit, er is geen pep talk. Het is wat het is. En alle tools die je krijgt zijn heel universeel. Ja. Ook niet, weet je, er wordt niet met wijsheid gestrooid en ik weet dit en ik weet dat. En hij probeert het beste bij jou naar boven te halen. Ja, en wat ik het... Wat ik zelf nog even daar extra aan toe wil voegen, is wat voor mij, wat ik het allermooiste vind aan de hulp van Volledig Vrij, is dat eigenlijk alle inzichten die je gedurende het traject krijgt, hè, want die krijg je, die komen vanzelf bij je binnen. Elk inzicht wat je verkrijgt, komt ook echt vanuit jezelf, je echte zelf. Er is nooit iets... ik word wel eens overvallen dat ik ineens een heel mooi inzicht heb. En denk van, hey, dit is eigenlijk iets wat ik wil veranderen in mijn leven. Ja. En dan kan Wijnand of Marta die mij helpt, Sebastiaan die mij helpt... Die kan dan ineens tegen mij zeggen van... ja, weet je, dat gevoel hadden wij al heel lang... dat misschien voor jou een goede stap zou zijn. Ja. Maar ze gaan het nooit tegen je zeggen. Dat en dat tegen vind gezegd. Ik zo bijzonder... Ja. Want dan zie je ook echt dat alles wat je leert... en intrinsiek. Alles wat je vervolgens gaat veranderen... komt echt vanuit jezelf. Ja. En dan vind ik het zo mooi dat ze je niet die richting induwen... Nee. Maar dat ze je de wijsheden meegeven... waardoor jij meer na gaat denken... waardoor jij anders naar dingen gaat kijken. Maar vervolgens komt het inzicht wel echt bij jezelf vandaan. En dan weet je ook dat het echt vanuit het hart komt. Ja, en dat het niet opgedrongen is omdat je denkt van... oh ja... Wijnand of Marta, die zegt dit of dat. Nee. Dan ga ik dat maar doen, want dat is goed voor mij. Dan komt het echt uit jezelf. Ja. En dat is denk ik ook heel erg belangrijk. Maar dat is vrijheid. Juist. Hè? En dat is dus echt ook dat moeten, weet je wel? Dus er wordt niet zo'n verteld woordje wat ze wat liever je niet moet uitspreken. Doen. Nee, maar dat past ook niet bij vrijheid. Klopt. Je moet het zelf willen. Ik ga dit, ik ga zus. Ja. Ja, dus dat is heel fijn. Ja, ik ervaar dat ook echt zo. Nou, het is dus tot nu toe is het voor jou ook alleen maar een positieve, hele positieve ervaring. Ik durf te zeggen dat...
Nou, ten eerste dat ik gewoon 100% van overtuigd ben dat ik hier uit ga komen. Dat is één. Dat sowieso. Maar al zou er niks veranderen in mijn leven, ben ik al zo blij met dit contact. Ja. Omdat het me echt heel erg bewust maakt van dingen die ik anders zou kunnen of willen doen. Ja. En met zogenaamd al mijn ervaring en talent en wijsheid die ik in de afgelopen jaren heb opgedaan, is dit gebied voor mij nieuw. Ja. En het is niet zweverig. Nee. Het is geen lul. Dat denken mensen wel, hè? Ja. Wordt snel gedacht. Ja, I don't give a shit. Want is het niet. Als ik zeg een gebied, het zijn gewoon, wat ik zeg, universele wijsheden of tools of ervaringen eigenlijk, weet je wel. Het is inderdaad, soms dan krijg je met uitdrukkingen te maken die voor mij nieuw waren, zoals overgave. Dat ik dacht van, wat moet ik me daarbij voorstellen, weet je wel, overgave. En zeker als je in paniek zit en verkrampt. Het klinkt meer zo van als iemand een pistool op je richt. Dat je en ik geef me over. Ja, precies. Ja. Weet je, dus wat moet ik me daarbij voorstellen, weet je wel. Maar goed, wat je dus ook je nu realiseert, is dat, weet je wel, je kan bijvoorbeeld een heel goed boek hebben over angst. Of je kan een online cursus doen, een cursus van 6 weken. Of je kan inderdaad bij de GGZ 6 weken lopen. Het feit dat je zelf er jaren over hebt gedaan om die patronen van bedachte angst op te bouwen, is het nu voor mij toch wel echt heel erg duidelijk dat ik ook minstens een bepaalde tijd, en ik zet er geen tijd op, maar dat je met bepaalde intensiteit eraan mag werken om dus die oude patronen te overschrijven. Ja, dus het is duidelijk, wat jij en ik geleerd hebben, is die oude patronen, die blijven, want die zitten gewoon opgeslagen, maar die kun je wel overschrijven. Ja, precies. En dat heeft tijd nodig, dat moet bezinken. En dat betekent dus niet één keer per week, oh, dat zijn de dingen die ik verkeerd doe, en dan ga je vervolgens verder met je leven. Nee, ik ben nu aan het studeren. Ja. En ik ben elke dag kom ik inderdaad steeds meer, omdat ik me nu elke dag bewust word van, oh, oké, ik voel me zo kut. Wat ging hier aan vooraf? Dat was die gedachte. Ja. En dat was maar een gedachte. Ja. Want tenslotte is die gedachte gewoon bullshit, weet je wel. De gedachte is nooit het probleem. Want iedereen heeft intrusive thoughts. Hè? Dus die Absoluut. Gekke gedachte als je op een brug loopt van, wat nou als ik er overheen spring? Of je bent bezig met die overvallen je zo. Dat je denkt, wat kan ik allemaal wel niet met dit mes doen? En dat mensen schamen zich daar heel erg voor. Ja. Van, als ik dat denk, ben ik gek? Nee, dat hoort bij, dat heeft bijna iedereen. Of is zich daar bewust van. Ja. En angsthazen, die gaan dat nog serieuzer nemen. Ja, helemaal dus analyseren. Waar komt dit vandaan? En is er iets mis met mij? Ja, en maar de gedachte is het probleem niet. Het is degene die de gedachte gelooft. Ja, exact. En dat zijn wij. Ja, waren wij. Waren wij, ja, dat is waar. Ja, dus dat... maar het is echt... Het is, ik vergeet nooit meer toen ik hieraan begon. Dat waren een van de eerste woorden die Wijnand toen tegen mij zei. Wanneer je hier aan begint, heb je echt een leven voor en een leven na. En ik dacht echt van ja, ik weet niet wat die man allemaal zegt. Hoor. Nee. Maar met de hulp die je voorheen gehad hebt, weet je wel. Dan denk je van dus ik had echt zoiets van, het zal wel. Ja. Want dan zie ik het wel, maar ik was er een beetje sceptisch over van leven voor, leven na. Is toch gewoon de bedoeling dat ik straks... En dat is geen arrogante bullshit, het is gewoon een overtuiging. Nee, absoluut niet. Ja. Als er één ding is wat niet, het is gewoon inderdaad, het is gewoon hoe het is. Ja. Hij vertelt gewoon echt precies hoe het is. En het grappige is ook dat ik heel snel al ging merken, en dat ervaar jij dan wellicht ook zo, weet je al, nu je ook zeker een aantal sessies gehad hebt, van ja, ik snap nu al wat jij bedoelt. Ja. Want het is wat jij zegt, het is... Je hebt een sessie, die duurt zo lang als die op dat moment hoort te duren. Ja, of nodig is. Of nodig is. En ja, dan ga je daarna verder met je dagelijks leven. Maar dan merk je al, wat jij net zelf ook aangeeft, van dat er in de kleinste dingetjes komen dan alweer de dingen terug die je dan tijdens een sessie geleerd hebt, wat alles wordt opgeslagen. Mm-hmm. En dan komen ze op de mooiste momenten, komen die inzichten ook ineens naar boven. En zo gaat dat steeds meer... zich meer vormgeven. Manifesteren in je systeem. Ja, en dat is precies wat vind ik gewoon heel erg mooi. En, ik kan me heel goed voorstellen voor mensen die dus niet aan zo'n coaching traject meedoen, die denken van dat is met wat je ook doet en daar niet aan bijdraagt, is heel moeilijk om daarover te praten, omdat het iets is wat je moet ervaren. Ja.
Maar het feit is dus, we hebben het hier niet over een geheim of over een wonderpil. Je moet het alsnog zelf doen. Ja. Het is alleen inderdaad, het zijn universele inzichten. Het is niet een inzicht van een religie. Het is niet het inzicht van uit een filosofieboek. Het is niet uit een biologieboek. Het is een beetje van alles. Het is een bepaalde levenshouding. Ja. En die wordt niet alleen maar getriggerd en gegeven op kennis, maar ook op, je wordt dus ook visueel wordt je getriggerd en uitgedaagd. Je kan je verhaal doen. Daar wordt gewoon op dat moment op gereageerd. Of daar kun je tips op krijgen of hulp voor krijgen. Ja. En het andere, en daar wil ik het ook nog even met je over hebben, is dus in dit geval poëzie. En, ja. dat is, ook al ben ik acteur, ik heb ook in een theater gestaan, bij toneelgroep De Appel gespeeld, met heel veel mooie oude teksten gewerkt. Maar met poëzie had ik nooit zoveel. Nee. Maar ik krijg nu wekelijks op het menu een stukje poëzie. Ja. En ik zit me daar gewoon iedere dag op verheugen. Ja, prachtig, echt. Elke keer weer. En weet je wat ook zo mooi is? Had jij dat ook daarvoor, dat je daarvoor niks met poëzie had? Nee, nou, heel weinig in ieder geval. En wat ik er ook zo ontzettend mooi aan vind, is dat hoe ze op een gegeven moment alle informatie die je krijgt voordat je een sessie hebt, hè, dus de informatie, je krijgt een standaard een quote, mooie interviews voor degene die daar behoefte aan hebben, inderdaad mooie gedichten, poëzie. En wat ik daar eigenlijk het mooie aan vind, is dat op de een of andere manier merk je gelijk dat het past altijd precies bij de fase waar jij op dat moment je bevindt. Dus hij zoekt het daar ook echt op uit. Als je die dingen leest, dan denk je van, ja, dit is precies wat ik deze week. En dat je echt kan denken van, hoe kan dit, weet je wel? Maar dat is natuurlijk die ervaring. Hij doet dit zo lang en zelf meegemaakt en toeval bestaat niet. En dan kan je echt van die momentjes hebben. Misschien heb je ze al gehad. Als je ze nog niet gehad hebt, ga je ze zeker nog krijgen met hem van, wauw, wat is dit bijzonder, weet je wel. Ik was hier net mee bezig of ik dacht hier precies over na deze week. En dan stuurt hij iets naar je door. Het kan een plaatje, een gedicht zijn. En het klopt gewoon exact bij hoe jouw situatie op dat moment is. En dat vind ik ook zo bijzonder. En daarbij zie je ook weer heel erg goed dat dit uit zoveel meer, dat het echt puur gewoon die menselijkheid is. Van mens tot mens. Je wordt niet geholpen door hulpverleners. Je wordt geholpen door mensen. Ja. En dat vind ik, en hulpverleners zijn ook mensen. Zo bedoel ik het natuurlijk niet, maar nou, ze vanuit kunnen zich het mens echt wel zijn als een bepaalde autoriteit gedragen. Hè? Ja. Als een robot. Ja. Dat is mijn ervaring. Vanuit het mens zijn word je echt geholpen. En dat vind ik zo waardevol. Dat is echt gewoon, het heeft zo goed geholpen. Dat nou, is echt gewoon, ja. En je gaat voor helemaal jou stralen ook nu al, als je het erover ja, hebt. Maar ja, dat is gewoon zo. Ik ben die mensen zo dankbaar. En poëzie, welk gebied spreekt dat aan? Hè? Dus het is niet het intellect, maar het is echt, poëzie komt aan binnen, in jezelf. Omdat ik het voel. Precies. Ja. En heb je een voorbeeld van wat je, heb je een gedicht of poëzie waarvan je zegt, dat is iets wat mij heeft geholpen? Of Ja, maar dat zijn er ook inmiddels al heel wat. En een aantal daarvan zijn gedichten die jij ook al voorgedragen hebt in deze podcast. Want ik ben zelf ook een heel groot fan van De Rivier, die jij voorgedragen hebt. De Herberg, die vind ik fantastisch. Die is, dat zeg wel even mijn favoriete. Ja, er is één stukje tekst, dat heb ik ook meegenomen. Dat is niet zozeer echt een gedicht, maar wel heb ik wel als zijnde een gedicht ook toegestuurd gekregen. Dat is een stukje tekst van Moeder Teresa. En ik dacht misschien is het ook wel mooi, omdat het kan nu, het kan aan het einde, om dat voor te dragen. Maar. Omdat we hebben dat het er nou toch over? Ik had hem hier op moet ik me even aanzetten. Ja. Neem je tijd. En De Herberg, weet ik, is van Rumi. Ja, Rumi. Dat is natuurlijk ook. Ik ben Rumi-fan ook sowieso, hoor. Dat is echt, Dat is het ook ontzettend oud en universeel dus. Ja, hoe bijzonder is het dat je dus in zo'n tijd al dat soort wijsheden gewoon. Ja. Dat is gewoon, als je erover nadenkt, het is eigenlijk 13e dus niet, eeuw. Omdat gewoon het bij mens zijn hoort. Ja. Het zijn misschien voor die tijd mooie inzichten, maar toen speelde dat natuurlijk ook. Ja, precies. De meeste van de gedichten zijn natuurlijk, en poëzie kan best wel metaforisch geschreven zijn, waardoor het voor sommige mensen die niet heel veel met poëzie hebben, soms wat lastig te begrijpen is. Helemaal snap als je, ik ook. Helemaal als je niet echt last hebt van dit soort klachten of problemen. Dus dit stukje wat ik uitgekozen heb, dat is, het is gewoon een heel, eigenlijk gewoon een mooi stukje tekst van Moeder Teresa. En het heet Anyway. En dat wil ik eigenlijk
even voordragen. Omdat ik dat gewoon... Ik vind het gewoon een hele mooie boodschap als zijnde het mens zijn en gewoon de wereld. En dat we wat meer voor elkaar moeten zorgen. Omdat ik vind dat dat nog steeds... Deze maatschappij en wereld bestaat nog steeds helaas uit heel veel. Ja, dat mensen vooral... Ja, zo... Ja, ik, nou ja, goed. Ik vind het eigenlijk best lastig uit te leggen. Maar ik zal het wel gewoon voordragen en dan is het ook duidelijk wat ik denk ik bedoel. Het heet dus Anyway. Mensen zijn dikwijls onredelijk en egoïstisch. Hou toch van ze. Als je goed doet, kunnen mensen je beschuldigen dat je dat voor jezelf doet. Doe toch goed. Als je succesvol bent, kan je verkeerde vrienden krijgen en echte vijanden. Ga toch door. Het goede dat je vandaag doet, kan morgen alweer vergeten zijn. Doe toch goed. Eerlijk en open zijn maakt je kwetsbaar, maar blijf toch eerlijk en open. Wat je jarenlang hebt opgebouwd, kan in één nacht afgebroken worden. Blijf toch doorbouwen. Mensen die echt hulp willen, kunnen je aanvallen als je ze helpt. Help hen toch. Geef de wereld het beste wat je hebt en je kan pijn gedaan worden. Blijf de wereld toch altijd het beste geven wat je hebt. Dat vind ik prachtig. Ja. Dat vind ik heel erg mooi. Ja, fantastisch. Omdat het staat eigenlijk voor alles. Want eigenlijk is het een heel kort omschreven... Blijf altijd dicht bij jezelf. Ja. En dat vind ik gewoon zo mooi. Dat is eigenlijk de boodschap ook van dit... Blijf dicht bij jezelf. Ja. Help anderen. Anderen die het nodig hebben. Wees wat liever voor elkaar. Ik, in deze maatschappij, hoe het tegenwoordig allemaal gaat. Ik heb daar heel veel moeite mee. En daar ben ik niet de enige in. Ik denk sowieso dat mensen met angst, paniek, depressie... Dat het sowieso over het algemeen heel gevoelige mensen zijn. Want anders krijg je sowieso niet last van dat soort problemen. Of klachten. Ja. Dus ik kan heel slecht tegen onrecht. Ik denk jij ook. Ja, verschrikkelijk. Precies. Ja, dus en wat ik inderdaad heel erg mis... is de vriendelijkheid in deze wereld. Ja. Niet alleen online, want online... weet je, de in zogenaamde internettrollen... dat is voor mij echt het allerlaagste van het laagste. De haters en zo. Want er is gewoon voor iedereen plek en ruimte, weet je wel. En je hoeft niet naar iets te kijken als het je niet bevalt. En de vriendelijkheid op straat, weet je, als je gewoon... Als man durf ik al bijna geen compliment meer te maken. Want ik ben gewoon bang dat ik dat het verkeerd wordt opgevat of zo. Of je wordt aangekeken van wat is een gek. Prettige dag, lekker weer, whatever. Je kan niets meer zeggen, weet je wel. Of in een winkel. Ze zoeken er altijd een bijbedoeling achter. Ja. En inderdaad, waar we het vooral over hebben gehad in deze podcast... is de hulpverlening. En wat mij betreft zijn de meeste hulpverleners... dus zeker niet allemaal, maar die ik heb meegemaakt... zijn ontzettend autoritair... en niet vriendelijk. En dan kun je zeggen van ja, dat werkt niet, want je hebt hulp nodig. Als je contact met mij wil maken, dan moet er iets aangaan. Ja, klopt. En ik denk juist dat stukje empathie, dat is zo ongelooflijk belangrijk bij mensen die dus dit soort klachten hebben, weet je wel. Dat stukje, dat is gewoon... Daar creëer je de eerste openingen mee. Mensen kunnen... Het is ontzettend moeilijk voor mensen om zich open te stellen... als jij eigenlijk voor je gevoel tegen een dichte deur aankijkt. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, nou ja, goed, en... luister, ik ben ook niet fulltime vriendelijk. Hè. Ik bedoel, nee, ik ben ook maar een dat mens. Is niemand. Dat hè? Maar, precies. Gewoon, maar de basis, dat de basis is dat je wil... dat ik wil dat het met jou goed gaat. Ja, exact. Ja. En ik denk dat dat wel iets is... dat dat echt wel iets is wat heel belangrijk is... om een goede hulpverlener te zijn. En daarom vind ik het soms ook nog steeds... heel vreemd. Ik snap heus wel dat het allemaal te maken heeft met geld en dingen. Maar ik blijf het vreemd vinden dat eigenlijk dit soort dingen... niet net als gewoon de hulp van de GGZ of wat dan ook... dat niet vergoed wordt. Nee, er zijn ellenlange wachtlijsten. Er zijn zoveel mensen die hulp nodig hebben... en die gewoon ontzettend lang moeten wachten. En als daar een opening in zou kunnen komen... en ook dit soort dingen zouden vergoed kunnen worden... dan krijgen mensen ook een keuze. Hè? Kies ik daarvoor of kies ik daarvoor? Dan komt er automatisch ruimte. Maar ja, het heeft natuurlijk goed, allemaal dan moet ik zeggen dat ik de prijs voor dit coaching traject echt belachelijk vind. Ja, dat slaat nergens op. Dat moeten mensen maar zelf... dus laag, hè? Laat ik dat voorop zetten. Dus niet duur. Ja, maar dat zegt wat over de passie. Hè? Dat is ook een stukje. Om, als jij dus zelf dit soort dingen meegemaakt hebt... en je weet hoe afschuwelijk het is, afschuwelijk lijden... met een lange ei, overleven in plaats van leven.
op het moment dat jij daar zelf uitkomt of bent, ja, dan komt er natuurlijk een ongelofelijke passie naar boven, ja, om andere mensen die dit soort problemen ook hebben, om die daar ook uit te gaan halen en ook mee te kunnen helpen, weet je wel. En dan zie je dus gewoon van, ze hoeven daar niet rijk van te worden. Nee. Ze doen het echt en allemaal. Omdat, want ze echt willen helpen, ja. Bij volledig vrijheid zijn allemaal stuk voor stuk kanjes die door je voor het vuur gaan. Midden in de nacht kan je ze bellen. Ik heb een van de coaches, Marta, ik mag gewoon namen noemen, toch? Van mij wel. Ja. Die heb ik 's nachts wel eens aan de telefoon gehad. Nou, weet je wel, dan zitten ze gewoon 3 kwartier... Ja. Met je aan. Ze redden echt je leven op dat, ja, moment. Want je zit in een paniekaanval. Dus je denkt, ik ga dood, ik word gek, weet je wel. En je hebt gewoon op dat moment hulp nodig, ja, van iemand die het begrijpt. Juist, en ze halen, ja, je eruit. En dat is zo, zo waardevol. Ja. Dus ik kan, ja, me ook het is gewoon verder voorstellen, geen reclamespot. Dat wil ik, nee, echt, ja, sorry, benadrukken. Nee, maar goed, weet je, het is wat nee, het is. Maar het is enthousiasme, laat, nee, ik het zo zeggen. Absoluut, en hetzelfde gewoon geldt voor mij. En daarom, ja, wil ik daar ook echt. Ja. Dat verdient ook een podium. Ja, absoluut. En wat ik heel veel tegen ben gekomen, zijn heel veel mensen die hebben gereageerd op de podcast. Heel veel mensen met angst. Heel veel mensen die ik niet ken, die met mij in gesprek gaan. Die ik inderdaad ook heb uitgelegd van, joh, ik heb al zoveel geprobeerd. Maar ik ben nu, denk ik, echt op de goede plek met de goede hulp. En dan is het inderdaad voor heel veel mensen die bijvoorbeeld de deur niet meer uit kunnen. Echt letterlijk. Die van een uitkering moeten leven, die kunnen dat niet betalen, weet je wel. En dat vind ik dus heel schrijnend, want absoluut, die kunnen dus dan nooit de juiste, ja, hulp krijgen. Nee. Maar ik wil dus benadrukken voor die mensen, van als je echt hulp wilt, dan kun je altijd met je omgeving of wat dan ook, of met de hulp van anderen, of start een crowdfunding. Ik wil echt oproepen mensen, ja, zet gewoon een bericht van, jongens, ik wil deze hulp en ik kan het niet alleen betalen. Ga het aan, ga het, ja, proberen, help jezelf, want, ja. Ja, het anders is echt, kun je heel lang blijven vastzitten. Ja, 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 zeker weten. Ik denk dat dat echt. Ja, dat vind ik. Ik vind het schrijnend ook. Als het eigenlijk dit soort hulp is. Wat de mensen nodig hebben, wat vaak ook zo is. En dat je dan inderdaad niet de financiële middelen hebt om dat te kunnen doen. Terwijl, wat we, ja, net al aangaven, dit echt zo, heel, zo, goed, heel goed te betalen is. Nou, hè? Daar zit natuurlijk dat bellen ook bij inbegrepen. Ja, ja, ook nog, hè? Dan maakt het niet uit of dat je nou 5 keer belt of 50 keer in, nee, een week. Dat geeft dus allemaal niks. En ja, weet je, ik gun die hulp absoluut iedereen. Alleen ja, dat kan ik niet. Ik kan alleen maar hopen dat er steeds meer mensen zijn en ook steeds meer mensen met de ervaring die op een gegeven moment zelf gewoon eruit komen. Ja. Dat die eigenlijk ook overvallen worden door die passie van, hey, nu wil ik dit ook voor anderen gaan doen. Ja. Weet je, als dat ook weer een stukje van elkaar helpen. Maar dat hebben wij helpen nu toch ook al. Ja, dit is toch ook al gewoon, nou, heel fijn. Ik voel me echt geroepen om ook. Ik heb gisteren een sessie gehad met, ja, Wijnand en daar heb ik ook een gedicht voorgedragen gekregen. En die wil ik eigenlijk ook wel heel graag doen. Nou. Omdat die mij ook intens raakte. En echt ontzettend past op wat we allemaal hebben besproken hier. Zo. Ja. Nou. En deze ken jij, weet ik. 3 bomen. Ja. Gisteren was ik in het bos. Op zoek naar 3 bomen. 3 bomen die ik gekend had. 3 bomen die alle 3 een tak hadden verloren. 3 bomen die daar alle 3 op een andere manier mee om waren gegaan. Vandaag heb ik ze gevonden. De eerste boom was gaan treuren om zijn verlies en zei ieder voorjaar als de zon hem uitnodigde om te groeien, dat kan niet, want ik mis een tak. De tweede boom was geschrokken van de pijn, maar had snel besloten om het verlies te vergeten. En ieder voorjaar als de zon hem uitnodigde om te groeien, dan groeide hij. De derde boom was eveneens geschrokken van de pijn, maar hij had diep gerouwd en had nog pijn om het verlies. En het eerste voorjaar dat de zon hem uitnodigde te groeien, had hij gezegd, dit jaar nog niet. Maar de zon kwam het jaar erop terug en het jaar daarop. En toen zei de boom, ja zon, verwarm mij, opdat ik mijn wond kan verwarmen. Ziet u, mijn wond heeft warmte nodig, opdat hij weet dat hij erbij hoort. En het derde jaar dat de zon kwam, sprak de boom, ja zon, laat mij groeien, want er is nog zoveel te groeien. Na wat zoeken vond ik de 3 bomen. Of eigenlijk 2. De eerste boom was klein gebleven. De plaats van de wond was duidelijk te zien. Het was het hoogste punt van de boom. De tweede boom was geen boom meer. Een voorjaarsstorm had hem doen omwaaien. De plek van de wond moest ik gaan zoeken. Achter een heleboel bladeren vond ik hem. De derde boom was het moeilijkst te vinden,
want ik had niet verwacht dat hij zo groot en sterk was geworden. Maar gelukkig kon ik hem herkennen aan de dichtgegroeide wond, nog steeds zichtbaar en vol trots in het zonlicht stond. Van Evert Landwaard. Ja, dat is prachtig. Dankjewel, Bianca. Dat is prachtig. Dat was een mooi gesprek. Ja, zeker. En tot de volgende keer.